Als je lang met een biografie bent bezig geweest, zoals ik dan wel gedaan heb, dan heb je veel foto's en je hebt een indruk gekregen van de man. Maar hij is dood, je hebt hem nooit zelf gezien. Ik ben geboren 3 jaar na zijn dood, dus ik kan hem niet gezien hebben. En dan, je weet eigenlijk niet hoe lang die was, hoe die zich bewoog, zijn mimiek, al die dingen. Een beweging is voor een figuur, iemand die je wilt kennen, heel belangrijk. Wij onthouden elkaar ook onbewust veelal aan bewegingen en mimiek. En niet alleen aan wat mensen tegen je zeggen. Als je hem vergelijkt met al zijn tijdgenoten, dan heeft hij zo'n enorme areaal van mogelijkheden gehad. En op al die mogelijkheden heeft hij ingespeeld en vaak toppen bereikt. Nou, dat kun je van geen... Wat voor mogelijkheden? Ja, hij was een sterk dramatisch schrijvend kunstenaar. En tegelijkertijd een man die een geweldige taalbeheersing had. En daarbij ook nog een zeer diep psychologisch inzicht. Hij kon mensen, zoals je dat in de boeken der kleine zielen ziet, zo tot op het bot weergeven in 2 pagina's. De openingsscène met Karel en Cato, die daar alleen maar leven om lekker te eten en verder. En de koets met het paard voor de deur laten verregenen. En zich verder voor niemand interesseren. Dat vergeet je nooit meer. Niemand heeft hem horen spreken van de mensen die nu leven, behalve de mensen boven de 85. Want er zijn, voor zover ik weet, zijn helemaal geen grammofoonplaten ooit gemaakt. Maar men is nooit op het idee gekomen, zoals men ook nooit op het idee gekomen is om hem uitvoerig te filmen of zo. Nee, er bestaat ook geen, er bestaan geen opnames van. Nou, wij dachten van niet. En ik heb toen gehoord van een oude Haagse mevrouw, die hem nog goed gekend heeft ook, dat er ooit een kort filmpje van hem gemaakt is. Maar dat filmpje was zoek. Kijk zo, Margie. Ach ja. Ja, dit is een kleikamp. Ja, dit is wel ontroerend. Ja, dat is wel even bijzonder. Levendig, het beweegt veel meer dan je denkt. Je ziet ook dat hij aanmerkelijk groter is dan zijn vrouw, hè? Dat zie je hier heel goed. Dit is Elisabeth met die grote hoed. Het heeft ook iets geestigs. Hij heeft uitgesproken iets grappigs over zich. Grote oren. Grote zinnelijke mond ook. Mooie kop, hè? Mooie schedel. Eigenlijk. Een hele sprekende kop. Hij vond zichzelf zo verschrikkelijk lelijk, maar ik vind dat helemaal niet. Het is natuurlijk een ongelofelijke kop. Maar dat is dus precies gedateerd, dat is dus op 9 juni 1923 geweest, dat hij toen daar gehuldigd is voor zijn 60ste verjaardag, een dag later. Hij maakte helemaal niet zo'n zieke indruk, maar hij was kort daarna is hij gestorven. Hè? 5 weken later, ja. Even kijken. De 3 foto's die precies op deze film lijken, dus die kennelijk op hetzelfde moment gemaakt zijn. En deze ook. Je vraagt je af waarom ze hem niet wat langer gefotografeerd hebben, gefilmd hebben bedoel ik. Dat had je nog wel willen zien. Je zou willen weten wat hij zegt. Zij krijgt aan zijn snurm.
Daarna ziet hij dat het begin en zegt hij... Ja, wat ik wou zeggen, ja, dat heb ik. Daarna werd hij door mijn buitenbeeld gestoord, denk ik. Daarna zei hij, ja, zou mij beperken. Dan is het afgelopen, wat hij wou zeggen, weten we niet. Nee. Ja.